Daar zien we, ja, daar gaan we naar kijken. Ja, we zien Chrissy daar op het eerste stuk. Oh, dan zien we nog een man is in de problemen daar. Het is deze vraag die even van de pedalen afgaat. Naar wie gaan we kijken? Ja hoor, het is gewoon weer die andere Hietrink. We gaan gewoon kijken naar Mikey Hietrink. En wij zitten aan Boezekol. Ja, die zijn we denk ik helemaal kwijtgeraakt in deze race. Boezekol, ja, die zit slechts op positie nummer 7 zo te zien. En dan zijn we nog een mannetje kwijtgeraakt. En die is wel Hietrink. Hij zit op positie nummer 1. En dan gaan we kijken naar achter. Er zit een ander groen shirtje. Het is wel de vaart op positie nummer 2. En dan gaan we kijken, 205 op de plaat. Dat zou dan even kijken, die man minder dan Nick Hunnepoel moeten zijn. Kijk eens aan, Hunnepoel op de tweede positie. Dan wordt het heel druk. Boezekol gaat terugkomen. Die andere man van de vaart. Oh, dan gaan we met 4 man het laatste stuk over. Boezekol zelfs een gezelschap. Was een clubgenootje. Eén man was de snelste. En dat is die van Mikey Hietbrink. Een man uit Haaksbergen pakt plek nummer 1. Hier tijdens regio nummer 4.